lieve mensen, ik ben de Red Lover Cosplay en vanaf vandaag ga ik ook een kanaal online zetten waar alles gewoon in het Nederlands is. Aangezien ik heb gemerkt dat misschien sommige dingen niet helemaal te doen zijn in het Engels. En het is ook iets makkelijker om dan te praten. En eigenlijk omdat ik ook wat dingen wil gaan doen die niet zozeer per se met cosplay te maken hebben. Maar dat vind ik ook leuk om te doen. Dus iedereen kan ook gewoon weet ook gelijk van dat ik een YouTube kanaal heb waar wel meer op is dan alleen cosplay. En momenteel vanwege mijn gezondheid is het wel erg lastig om dingen te doen met cosplay. En dat, ja, weet je, je moet dan toch ook andere dingen gaan zoeken die je kan gaan doen. Dus ik heb een aantal andere hobby's die ik leuk vind om te delen met iedereen. En ook voordat iedereen geïrriteerd zit. Ik dacht dat dit is een van de meest perfect, de beste plekken eigenlijk om dit stukje even te filmen. Maar ik ben bang dat door mijn lamp boven op de plafond schijnt ietsjes te sterk hier. Dus ga kijken of ik hierna daar iets aan kan doen. Maar ik heb nu nog even niet zo'n goed idee hoor. Die lamp die staat al heel lang aan, dus je kan hem in ieder geval niet aanraken. Dan verbrand ik mijn vingers sowieso. Nou, dit is dus gewoon even een intro filmpje, het eerste filmpje. En het zal voornamelijk over mijn hond gaan, over mijn ratten, over planten. Ja, verbazend. Ik ben sinds een tijdje helemaal into de planten. Vind ik nog steeds hartstikke leuk. En waarschijnlijk ook wat reviews over bepaalde dingen. Maar er zal zeker ook nog wel wat cosplay misschien wel tussen komen te zitten. Dat is wel het idee. En ik ga het gewoon ook mijn naam noemen. Zoals mijn cosplay naam is The Red Lover Cosplay. En ik zou ook eerlijk gezegd niet zo weten hoe ik het verder zou moeten noemen. En ik hou nog steeds heel erg veel van cosplay. Alleen is het voor mijn gezondheid af en toe een beetje te zwaar. Zo is het leven nou soms. Daar moet je zien mee om te gaan. En dat lukt gelukkig ook wel een beetje. Ik moet zeggen dat ik momenteel gewoon ook wel weinig behoefte heb om per se iets te maken voor cosplay. Aangezien het gewoon heel veel tijd kost. En heel veel aandacht. Heel veel energie vooral voor mij. En die heb ik heel weinig. En ik focus me eigenlijk vooral ook heel erg op mijn werk. Ik probeer, weet je, ik heb gewoon dagbesteding en ik wil er ook gewoon graag heen gaan met volle energie. En daarna heb ik gewoon niet de energie om aan cosplay te werken. Dus heb ik bijvoorbeeld nu ook een paar kleinere hobby's, zoals mijn, die kun je nu wel hier zo boven zien. Mijn aantal orchideeën die ik hier heb staan, dit zijn ze niet allemaal, ik heb er volgens mij ondertussen 30. Maar daar zal ik in een volgend filmpje verder over vertellen. En over mijn ratten. En ik zal morgen ook wat filmen over ze. En weet niet wanneer dat online zal komen. Maar ik hoop dat dit kanaal leuk gevonden zal worden. En dat het een beetje, ja, voor mij ook te doen is. En dat het leuk blijft. En ik zal hoogwaarschijnlijk ook nog steeds wat op mijn andere kanaal posten. Maar dat zal inderdaad gewoon in het Engels zijn. Nou ja jongens. Hopelijk tot het volgende filmpje. Doei!